Hallo allemaal. Zo, het begint goed. Vandaag een nieuwe Let's Play. En zoals jullie weten, zijn er nieuwe morgenpaarden uit. En ja, wat ga ik doen? Ik ga er een kopen. Ik heb al een aantal nieuwe gezien hier bij Steve en zo. Dus we gaan even kijken of we er nog een tegenkomen toevallig. Nee. Oh ja, daar. Wacht. Hier. Mina, Midnight, Haven, Mina, je zit in mijn LP. Toch? Ja. Mina. Dit is dus zo'n nieuwe Morgan, Babybel. Mooie Morgan. Ik ga er ook een kopen. Ik ga er nu ook een kopen. We gaan op mijn Morgan, mijn oude Morgan. Lijkt me wel leuk. Ik heb al een naam en ik weet ook al welke. Dark Spirit wordt de naam. Bijnaam Dragon. Vraag me niet hoezo. Oké, jullie willen het weten, denk ik. Ja, ik kwam er ineens op. Ja, gewoon, ik weet niet precies, maar ik dacht ineens, ja, Dragon is een leuke naam. Zonder erbij na te denken. En toen dacht ik van, ja. Eerst wou ik altijd de zwarte, maar toen had ik ze nog niet echt gezien. Later pas zag ik een foto dat er ook, eerst dacht ik natuurlijk dat zo'n donkerbruine die er al is, het was. Maar later zag ik dus dat het een lichte maan had. En toen dacht ik, ja, ik wil die zwarte niet, ik wil die. Oh, nu heb ik al verklapt welke ik ga kopen. Oh, nou, jammer. Dus we gaan daar even met de trailer heen. Dark Spirit, here I come. Heel veel hebben de witte gekocht, maar ik vind de witte zelf niet erg. Het is meer zilver en dat vind ik niet zo mooi. Maar ja, dat is mijn mening. Dus... ja, jullie weten nu vast wel allemaal welke ik ga kopen. Ja, die donkere met lichte manen. Dark Spirit. Het zal wel druk zijn. Heel veel mensen gaan er natuurlijk ook naartoe, volgens mij. Met die nieuwe Morgan om te laten zien van ja, ik heb hem en zo. Volgens mij hoor. Ik weet niet zeker. Oh nee, het valt wel gewoon zo mee. Kijk. Hoe mooi is deze? Hij is ook wel zwart. Maar ook met wit lichte manen. Ik ga hem kopen. Oké. Okay. Hij is zwart, een beetje zwartbruinig met lichte manen en sokken en een bles. Super schattig gewoon, te schattig. Ik had er al eentje. Dark Spirit. Dark Spirit. Hé, hey, kijk. Dark Spirit. Oké. Okay. Oh, we hebben hem. Gefeliciteerd met je nieuwe paard. Je prachtige nieuwe paard wordt bij je thuisstal afgeleverd. Binnenkort kun je hem in je eigen stal aan de box zetten. Oh, fantastisch. Maar dit lijkt op een fjord, deze manen. Van dat... Ik heb hem. Op naar Steve. Bel de paardentaxi. Ja, ik word weer verkouden, alweer. Dus misschien merken jullie het aan mijn stem. Ik zelf heb het nog niet echt heel erg gemerkt, maar ja. Oh, maar we gaan nu bekijken. Oh, al mijn paarden staan anders. Oh, en nu moet ik weer een paard op vakantie sturen. Oh, kijk nou, wat is die mooi. Oké, ik ga niet overdreven doen, dat is niet leuk. Even de spullen af. Ik moet mijn paarden nog verzorgen, ja, dat weet ik. En al eventjes... Heel veel vragen in de reacties wil je vrienden zijn. Maar sorry, ik zit vol. Het spijt me enorm. En ook eentje vroeg. Ik weet niet meer wie. Wil je ook een keer op mijn account opnemen? Maar nee, sorry, want dat heb ik gezegd. Dat is eenmalig. Oh, kijk nou. Als ik opstap. Dan. Oh, kijk nou. Wat is die schattig. Als ik opstap is die. Zo, dat. Oh.
Wauw, hij is echt cool. Dan staat hij daar en nu is hij bij mij. Echt, is gewoon te cool. Heb je hem? Ja, ik heb hem. Dragon. Hij is echt mooi. Het is echt een aanrader. Oh, waarom heb je me verwijderd als vriend? Ja, omdat ik ook andere de kans wil. Oh. Ik ga weer even verder. We gaan even trainen. Oh, we gaan de spullen even kijken. En dit? Basisuitrusting. Ja. Ik doe zo even de chat weer uit hoor. Heel even door laten gaan. Oh kijk, die heeft zo'n witte. Ik vind een... Oh, die heb ik al gezet. Die witte vind ik niet zo, maar ja. Sorry, mijn vriendenlijst. Oeh, oeps, sorry. Sorry. Ik zit vol. Sorry. Ik ga even. Oh, die race heb ik hier al gedaan. Heb ik de race al? De Marley? Ja, oké, we gaan naar Moorland. Oh, dat mooi. Oh, wacht, we gaan kijken of we de manen gaan veranderen. Ah, mijn muis. Oh, knoetjes, dat is schattig. Oeh, dus schattig. Nee, maar die knoetjes bewegen. Nee. Nee, dat vind ik al helemaal niks. Nee. Nee, ik hou deze manen veel mooier. Oeh, sorry mensen. Oh, kijk, die heeft hem ook. Noord. Angel. Sorry, nee, ik ga niet in groep. We zijn te mooi. Nu heb ik 2 Morgans. En ik ga mijn Starcoin Show ook opmaken. Ik weet het heel erg. Maar zodra... Ja, heb ik al verteld. Zodra er weer 3000 Starcoins zijn, koop ik dat. We gaan even trainen. Hij is echt mooi. En hij gaat al echt super snel. Ik ga zo meteen even bij de spullen kijken en zo. Eigenlijk vind ik het best wel zielig voor de anderen. Want wat ik ook had, toen ik nog heel weinig Starcoins had. En er kwamen die Quarter Horses uit. Toen dacht ik, toen ik iedereen daarmee zag lopen. Toen dacht ik echt van... Oh, ik wil hem ook. En ik moest nog... Minstens 6 weken wachten voor het paard. Volgens mij. Ik weet niet meer precies. Maar ja, toen dacht ik wel echt. Er kwamen steeds meer mensen die hem kochten. En... Oh, kap aan mijn sweet forest. Ik vraag even iemand, heb een club zo in groep? Want dit schiet niet op. Sorry hoor. Oké, even tip voor als jullie me tegenkomen. En ik zeg dat ik opneem. Vraag me please niet de hele tijd in groep. Kijk of het lukt. Oeh, oh, nee, jammer. Ik dacht dat het ging lukken. Ik vraag zo even of iemand in groep wil met me of zo. Dat die er weer uit gaat of wat dan ook. Wil iemand me even in groep vragen en er dan weer uit gaan? Dat blesje is ook gewoon te schattig. Hij is echt mooi. Oké. Dat hoeven jullie helemaal niet te zien. Het is wel echt heel erg.
van mama. Sorry dat ik nu zo stil ben, maar ik las net echt. Ik denk dat jullie het ook wel zagen. Gewoon te erg. Zo ver kan het dus gaan als je iemand pest. Ik denk dat jullie het net ook al in de chat zagen. Anders moet je even terugspoelen. Ik heb geen zin om het nog te zeggen. Of nou, ik laat het nog wel één keer zien. Maar dat was het. Ik ben nu in een elf. Okay. Melissa Eagle Home. Melissa, zit die in de club? Ik zit er een andere op, sorry, ik kan niet. Oké. Okay. Mijn mama. Jee, level 2. Helemaal. Oh, hier krijg ik 250 voor. We gaan zo even naar Jarlay, hè? En we gaan zo ook even een paard, denk ik, op vakantie sturen. Ik weet niet welke, misschien Rockstar. Oh ja, en ik ga mijn paarden zo'n hele andere indeling geven. En 3 keer raden welk paard gaat bij deze Morgan. Weten jullie het al? Mijn andere Morgan. Ja, goed zo. Ik weet niet of jullie het goed hadden, maar ja. Dus of ik stuur mijn beginner op vakantie of Rockstar. Sterretje, Rockstar. Want ik rijd niet echt vaak op Rockstar, dus... Oh, we gaan door dat roze zijn. Het paard is echt mooi. Ik heb totaal geen spijt. Dark Spirit. Woop. Oh, dat is over een uur. Nee, dat kan niet. Sorry, dat kan niet. Figure ook kan niet. Ik had nog hele coole dingen en zo. Tenminste spullen. Zoals bandages en zo. Dus hele coole bandages. Maar ik ga hier de let's play afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga nog een beetje verder trainen. En nee. Grapje. We gaan naar mijn home stable. En dan gaan we nog naar Verpinta. Om daar maar gewoon dagelijkse missies en zo te doen. Dat doen we altijd doen. Wat wil ik nou gaan doen, hè? Oh ja, mijn paarden opstellen. Anders. Heel handig. En daarna, als ik... Nou, ik denk dat ik die missies ook niet ga opnemen. Ik weet nog niet. Want ja, dus was het saai. Maar ja, deze komt hier. Ik zet hem wel even neer. Gewoon handig. Ik laat de spullen om, want ik ga zo nog op hem rijden. Ik doe dat dit een hengst is. En dat is een merrie. Dat vond ik wel leuk. Waar zal ik hem eens neerzetten? Ik denk dat ik hem met me... wat zal ik eens doen? Oh, met Big Friend. Doen we. Zetten we die daar. Toen hadden we ijspaarden. Tenminste winterpaarden, ijspaarden. En dan hem. Met wie zal ik hem zetten? Ik zet hem wel erachter. Met mijn quadar, denk ik. Heel trouble.
zet ik hier wel neer. Maar daar stond hij toen ook. Vind ik niet leuk. Nee, hij gaat hier achter. Hij gaat denk ik samen met Pukki. Zet ik hem wel hier achter. Zo. En dan kijken of we op hem komen. Ja, gelukt. Ik denk dat ik hem op vakantie stuur. Dan heb ik nog één pony. Ja, of ik stuur een paard op vakantie. Wacht, ik weet al wat. Ga ik deze hier zetten. Met Pukki. Oh ja, ik zat vandaag op Pukki bij de meneesje. Dus dat was wel grappig. Die zet ik dan bij waar de Arab hier staat. Stuur ik Rockstar denk ik op vakantie. Hij gaat daar dan naast. Dan moet ik nog trainen. Ja, dan gaat Rockstar op vakantie. Lekker beton eten, heerlijk. Heel even. Sorry, ik had jeuk aan mijn oor. Heel logisch. Twee Morgans. En Rockstar gaat op vakantie. Sorry Rockstar. Oh, wacht eens. Ben ik dan weer niet al mijn paarden kwijt? Oh, wee als dat zo is. Ik ga voor de zekerheid eventjes. En dan gaat Rockstar op vakantie, want sorry Rockstar, want ik rijd niet meer zo vaak op jou. En ja, mijn paarden. Rockstar, stuur naar paardeneiland. Koop, ja. Jouw paard zag er tevreden uit toen hij met een goedkope vakantie naar paardeneiland gestuurd werd. Wel fijn om even rust te hebben. Doei Rockstar. Doei doei. Volgens mij is hij gewoon blij. Hij zegt nog eens gedag of zo. Hij hinnikt alleen. Heel leuk. Mijn paarden staan nog hetzelfde. En wat wou ik? Oh ja, naar voor Pinta. Ga rennend naar Fort Pinta. Die is level 1. Bright Champion. Leuk. Speed of sound. Sorry, ik heb een liter mouse. Nu heb ik 11 paarden. Cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10. Oh, ik heb er 1 meer. Ik moet ook weer eens een keer video op mijn proefaccount gaan maken. Maar daar heb ik nu nog niet zoveel zin in. We gaan die missies doen en dan sluit ik de let's play af. Ja. Hij heeft ook mooie donkere strepen in zijn staart en maan. Hij gaat snel. Dat ging bijna mis. Oh, zo. Ik dacht hij niet meer kon lopen, joh. Maar ik ga denk gewoon wel gewoon eerst mijn Arabier uittrainen. Want ik heb ook nog mijn andere Morgan. Dus, ja. Yeah.
Die heeft hem ook. Dragon Mountain. Level 5. En mijn van level 2 gaat harder. Pukkie! Daar gaat Pukkie. Nu? Beste Stefanie. Graag te bewaken. Ik ben trouwens suiker. Oh, en dan krijgen we dat weer. Oh, wacht. We kunnen wel even bij de spullen gaan kijken. Want we hebben nu toch genoeg starcoins. En ja, ik bedacht. Ja, ik moet gewoon wat leuke nieuwe spullen. Leuke nieuwe spullen. Zo, even die weg. Ik wil wat leuke nieuwe spullen. Ik was eigenlijk voor op zoek naar een broek. Maar een beetje een zwartige broek of zo. Die wel goed is. Die is op zich ook nog wel leuk. Paars. Oh, tenminste roze. Ja, andere schoenen. Andere. Oh, bij de Marley zijn echt leuke laarzen. Eeuw. Nee. Oké, okay, nee. Dit is niks. Oh, hier is meer ook paardenuitrusting. Welke zon? Oh nee. Nee. Nou, zonde van de Starcoins. Kost heel veel. Ik wil ook goede kleding. Ik ga nu ook al goede kleding kopen. Die is duur. Niet normaal hoe duur dit is. Dit is ook. Dat vind ik gewoon echt duur. Een leuk dekje. Die is leuk. En daar heb ik geen setje bij. Die is ook wel schattig. En ik had nog een leuk dekje wat bij die pezen past. Pezen ook wel bandages. Dus we daar gaan, dat is ook even Pinta. Dus dan gaan we meteen even kijken. Want dat is wit met roze hartjes. En mijn bandages zijn ook wit met roze hartjes. En ja. Ik vind een roze setje gewoon tof. Weet je, dat is gewoon schattig. Staat bij elk paard bijna wel. Vooral staat het leuk bij een donker paard, vind ik. Hey, Rockstar. Jade Promise. Oeh, wat ga ik doen? Ik laat eerst wel even dat dekje zien. Deze. Wow, die is wel duur. Nee, die is ook niet zo heel goed. Snelheid plus 2. En dit is... snelheid plus 3. Dus het kan beter. Dus dan doen we het niet. Want dat vind ik zonde van mijn star... Oeh. Dat vind ik zonde van mijn starcoins. Sorry. Witte bandages. Oh, die staan ook leuk. En die zijn ook 90. Vind ik belachelijk duur. Ik wil ze vragen voor een paar dingen. Waar... stofjes. Ik weet het, is dit omdat het wit is. Wit is al het duur, dat weet ik. Ik wil gewoon zo graag level 17 zijn. Dit heb ik altijd. Valka, moet borden neerzetten. Hier, laatste. Ik hoef nog ineens meer te lezen wat ik moet doen. Kom. Eindelijk, hij komt in beweging hoor jongens. Hij komt in beweging, paard. Knollie. En ik weet hoe je op... ik weet hoe je op in de disco... je weet wel. In, als er disco is, in Verpinta, heb je zo'n draaitafel. Moet je gewoon bij opties, moet je een beetje ervoor staan. Of een beetje zo. En dan bij beeld, moet je helemaal dit doen. En dan gaan rennen. Dan moet je even een paar keer achter elkaar, moet je dat proberen. Oh, nu gaat mijn hoed weg. Moet je dat een paar keer achter elkaar proberen en... dan lukt het. Credits is nieuw. Ik heb er ook nog nooit in gekeken. Zal ik even erin kijken wat de credits is. Oeh. Hoor dat muziekje. Oh, je kan gewoon bewegen. Oh, je kan lopen. Oh, dat is leuk. Kijk, blauw beeld. Cool. Paard is nu nog mooier. Oké, saai. Dat muziekje vind ik wel leuk. Waarom rij ik hierheen, joh? Let me at the speed of... Oeh, jee, gelukt.
Haha, dit is een menina. Dat muziekje gaat door. Oh, dat is gewoon cool. Ik zing het even na voor jullie. Niet alsof ik het goed kan of zo hoor, maar gewoon voor de lol. Als je een leuk muziekje wilt, doe gewoon credits. Credits en hoppakee, je hebt een leuk muziekje. Tenminste, ik vind hem leuk. Maar even over het Dark Spirit. Dark Spirit is in één woord fantastisch. Oh, dit muziekje wat je hoort, dat hoor je ook altijd als je pas begint met Star Stable. Dat weet ik nog wel van mijn proefaccount. En mijn zusje, Daphne, die heeft nu 3 paarden. Ze heeft het Deense Warmbloed in Verpinta, die van 300. Beginnerspaard en ze heeft een bruine Jorvik pony. Eentje heet Skyheart, eentje Mini Jumper, dat is die pony. Skyheart heet haar Deense Warmbloed. En Apple Dream, dacht ik. Ja, Apple Dream. Is haar beginner. Een beetje zo'n grijzig, ja, Apple. Beetje Apple. Ik vond hem wel leuk. Een appelpaard. Marble Mane. Nog meer. Waarom krijg je niet ook weer even 200 voor de poppetje? Nu? Rijd naar het Ferdinand met de suikerkroontjes. We gaan zo ook een Jarle hebben, want daar had ik leuke beestjes. Bandages, beestjes. Maar dat is dan ook daar waar ik de video ga afsluiten. Ik heb nog niet iemand op een zwarte Morgan gezien. Zo'n nieuwe zwarte. En ik dacht juist, iedereen gaat die zwarte kopen. Maar blijkbaar gaat iedereen de witte kopen. Want ik weet ook niet hoe dat eruit ziet. Want ik heb deze. Op de foto hadden die manen heel erg golven. En dat vond ik niet echt. Niet alweer, alle paarden zijn vanavond. Oh jee, door de cyclonkjes zijn ze doorgegaan. Zoek alle paarden. Waarom zoeken? Ik wil dat ze er moet racen. Maar... Oh, is het een? Nee, toch? Dit is er. Ik weet het allemaal niet meer, joh. Amerikaanse kwartepel. Maar ik ga zo echt stoppen. Want anders wordt het straks een uur. Weet je, laat die bandages ook maar zitten. Ik ga zo meteen wel even zo meteen kijken. En als ik ze heb gekocht of zo, dan zeg ik het wel. In mijn andere let's play. Dus. Ik maak dit af. Ja, waarom stijgt die? Waarom heeft iedereen zo'n manege paarden? Hebben altijd zo'n mooie bandages om. Die wil ik ook, maar die zijn te duur. Niet dat ik hem niet kan kopen of zo, maar... Kijk, heb ik net borden geplaatst, zijn ze alweer weg. Ik ben een konijntje. Sorry. Hey. Ik ga zo de let's play afsluiten als ik het paard heb gevangen. Anders wordt het te lang. Dat is niet leuk. Heel leuk. Oké, hij eet. Dat is leuk om af te sluiten. Oké. Dit was de LP. Let's play. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Tot de volgende keer. Zwaaien. Doei. En ook hoefjes. Wacht. Kijk, dit wordt leuk. Hoe doe je dit? Hoefjes van Dragon. En wat zal ik doen? XXX van mij. Hoefjes van Dragon en XXX van mij. Dit was de let's play. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En doei. Doei.